De directeur van het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, Raj Jadnanan Singh, is ingenomen met de QA-hercertificering. Dit is een extra uitdaging in verband met de COVID-19-pandemie. Van 2 tot en met 11 november is de jaarlijkse QA-audit zonder kritische tekortkomingen doorlopen. Jadnanan Singh zegt dat dit mogelijk was door de creativiteit en flexibiliteit van zowel de directie, het management als de overige personeelsleden. Het is een heel bijzondere uitdaging, vooral ook voor het feit dat je ook in deze COVID-periode bent, waarbij je natuurlijk ook gehouden bent aan het aantal afspraken die je maakt aan het werk. Maar ook is het een uitdaging om precies te kunnen weten van als je de kwaliteit op je afdeling kan halen. Elke afdeling is een deelaspect van het totaal doel van de organisatie. En elke afdeling moet haar doel kunnen verwezenlijken en wij proberen er alles aan te doen om het doel te kunnen laten verwezenlijken. En dat doe je dan volgens een bepaalde managementprincipe. En natuurlijk is dat lastig, maar tegelijkertijd is het ook een goede leidraad voor de managers en de afdelingshoofden om precies te kunnen doen wat de afdeling behoort te doen, zodat de kwaliteit van de arbeid van onze afdelingen, van de processen, zowel van de behandelzorgafdeling als zeg maar management, de financiële afdelingen bijvoorbeeld, of de polyklinieken, dat in ieder geval de kwaliteit wel gegarandeerd bleef. Vanwege de heersende COVID-19-pandemie is de auditplanning in 2 fasen uitgevoerd, te weten in de maanden mei en november. Als ISO-gecertificeerd ziekenhuis is het van belang om op regelmatige basis na te gaan in hoeverre de bedrijfsprocessen conform de geldende ISO-norm nog voldoen aan de eisen die gesteld zijn. In termen van kwaliteitsmanagement, zegt Jadnanan Singh. Wij zijn ISO 9001 gecertificeerd en dat is een kwaliteitsmanagement systeem. Heel erg breed. Je moet begrijpen, wij als enige zorginstelling, enige ziekenhuis, die dit hebben doorlopen. Dat betekent dus al je verzorgafdelingen, al je afdelingen waar cliënten zijn en natuurlijk ook de ondersteunende diensten met finance, inkoop, de facilitaire diensten, allemaal komen er aan de beurt om te kunnen kijken als je dus wel voldoet aan die kwaliteitseisen die de afdeling daarmee bezighoudt. PCS-directeur Raj Jadnanan Singh over de QA-hercertificering van het Gezondheidsinstituut.